Duurzaam. We twijfelden. Mijn vrouw vooral. Ik overtuigde haar dat we het beter niet konden doen. De kwestie leek ermee afgerond, maar een dag later, ik zat op kantoor, zij werkte vanuit huis, kreeg een appje. Zal ik ze een beetje kopen? Kost slechts 59 euro. Er is ook nog een grotere, 89 euro. Moeilijk. Als ik nee zei, was de kans groot dat ze ding toch kocht. Of als ik ja zei, dat ze dan dacht, toch niet. Ons credo is in principe: bij twijfel niet doen. Soms zeggen we: bij twijfel gewoon doen. Ik herinnerde haar er wel aan hoe het gebruik van zwembadjes bij ons in de praktijk ging. Eerste dag zoons erin, lachen. Tweede dag wij erin, glaasje wijn, genieten. Derde dag lek, vierde dag bij het grafvuil. Een uur later ebte ze. Toch niet gedaan. Daar was ik blij om. Immers, in deze tijden van hitte en droogte moesten we geen zwembadjes gaan vullen. De waterbedrijven in het noorden en de rest van het land onderstrepen die visie met de oproep om zuinig te zijn met leidingwater. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik eind van de middag thuis kwam en een zwembadje in de tuin zag. Het argument luidde. Ach ja, de kinderen wilden het graag. Diezelfde waterbedrijven boden uitkomst, want een goed Nederlands gebruik gold er geen verbod op zwembadjes, maar een verzoek om bewust en duurzaam met water om te gaan. We hebben keurig de richtlijnen gevolgd en het ding niet op de piekuren gevuld, maar midden op de dag.